Het huis Ockrum was van 1848 tot 1952 Rooms burger weeshuis. Dat is nog te zien aan de kinderkopjes die aan de 19e eeuwse voorgevel van het gebouw zijn aangebracht. De binnenplaats van het voormalig huis Ockrum is een oase van rust. De restauratie van huis Hersbeek is in volle gang. Men heeft zojuist een eeuwenoude vloer ontdekt die verborgen was onder een vloer van een later tijdstip. In de Molenstraat staat aan de rechterkant de bibliotheek, ontworpen door Hetsberger. Omdat de Molenstraat vrij smal is, heeft de architect ruimte gecreëerd door de bibliotheek schuin oplopende wanden te geven. De voormalige kloosterkazerne is een voornaam monument uit de geschiedenis van Breda. Het is een deel van het vroegere zusterklooster Sint-Catharinadal, dat hier sinds 1295 gevestigd was. Het huidige gebouw dateert uit 1504. Onlangs is dit gebouw geheel gerestaureerd door Holland Casino Breda. Naast de kloosterkazerne staat het Chassé-theater. Dit theater is eveneens ontworpen door Hetsberger. De naam Chassé is van generaal Chassé, naar wie de voormalige kazerne werd vernoemd die op deze plek stond. Bij de vormgeving van het golvende dak heeft de architect zich laten inspireren door een beeldhouwwerk van een liggende vrouw, genaamd Femme couchée qui rêve. Het Chassé Theater en Holland Casino hebben een gezamenlijke entreehal. Een markant kunstwerk domineert de vlaszak. Over de betekenis ervan wordt nog regelmatig gespeculeerd. Een stier, een roestig beeld zijn maar enkele suggesties. Maar in werkelijkheid grijpt het roesbruine gevlekte werk van staal terug op het Bijbelse verhaal van Abraham, die de opdracht krijgt zijn zoon Isaak te offeren. Dit is de Beiert. Hier was al voor 1246 een gasthuis gevestigd, waar zieken en armen verzorgd en bijgestaan konden worden. In de 16e eeuw deed het dienst als pesthuis en het heeft ook nog dienst gedaan als gekkenhuis. Tot 1955 was het een oude mannenhuis. Mensen die werden opgenomen in het gasthuis moesten vaak een aanzienlijke som geld betalen. En zover hun gezondheid het toeliet, moesten ze werken in de eigen bakkerij, brouwerij of groentetuin om in hun onderhoud te voorzien. Het gasthuis had weliswaar een eigen brouwerij, maar wie zich aan de drank of aan de toebak te buiten ging, verbeurde voor zekere tijd zijn maaltijd. Zo schreef het strenge reglement voor. Inmiddels is ook de horeca met de naam Beiert aan de haal gegaan. In de bestrating van de Catharinastraat zien we een aanduiding van de vroegere gasthuispoort.
Van het bisschopshuis kunnen we jammer genoeg alleen de voorkant zien. Het 18e eeuwse karakter is alleen aan de achterkant bewaard gebleven. In de 16e eeuw woonde de thesaurier-generaal van prins Maurits hier. In de Veestraat lopen we gemakkelijk voorbij aan de Lutherse kerk, want die ligt verscholen achter een vrij onopvallende deur. Het Lutherse kerkgebouw heeft van oorsprong het karakter van een schuilkerk. In de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden mochten alleen de hervormden als zodanig herkenbare kerkgebouwen beheren. De Lutheranen bouwden dus in 1782 achter deze deur in het huis Repos ailleurs, dat betekent rust elders, hun kerk en hielden daar zonder dat het in het oog viel hun samenkomsten. Hoe goed de kerk verscholen lag, blijkt wel uit de volgende foto. Pas als je met je oog helemaal voor het kijkgat van de deur bent, kun je zien dat achter de deur een binnenplaats met een heuse kerk aanwezig is. Deze poort geeft toegang tot de Willem Merckstuin. In 1984 nam ingenieur Willem Merckx afscheid als burgemeester van Breda. Als afscheidscadeau bood de Bredase bevolking haar burgemeester deze fraaie beeldentuin aan. Vanuit de Willem Merckstuin hebben we een mooi uitzicht op de achterkant van de patricierswoningen in de Catharinastraat. Het Begijnhof is het meest rustieke en rustige plekje van Breda. De geschiedenis van het Bredase Begijnhof gaat terug tot 1267. Het Begijnhof heeft tot 1531 dichter bij het kasteel gelegen. Maar die grond had graaf Hendrik nodig voor de verbouwing van zijn kasteel. De Begijnen gingen gebruik maken van de aan de straat gelegen Sint-Wendelineskapel, die in 1530 net gereed was. In 1590 en opnieuw na 1648 werd de kapel ter beschikking gesteld aan de Waalse gemeente. En dat is nog steeds zo. De Begijnen kregen weer een eigen kerk in 1836. Deze bevindt zich achteraan op het Begijnhof. Bij alle wisselingen van bezetters in de Tachtigjarige Oorlog bleef het Begijnhof toch bestaan omdat het een bijzondere bescherming genoot van de prinsen van Oranje. Het Begijnhof werd meer dan 700 jaar lang bewoond door Begijntjes, tot de laatste van hen, zuster Vrijters, in 1990 overleed op Goede Vrijdag. In de mooie, maar vooral intieme Waalse kerk hadden de officieren en kadetten hun eigen banken. De vader van de dichter Jacques Perk was hier van 1868 tot 1872 Waals predikant. In 1983 werd de geheel gerestaureerde Waalse kerk weer in gebruik genomen voor tentoonstellingen en concerten. De poort van de Kapucijnenhof geeft toegang tot een binnenplaats, waaraan ook de achterkant van een modern appartementengebouw is gelegen. De voorkant van dit gebouw grenst aan een drukkere straat. Op weg naar de auto rusten we nog even uit op het terras van café Het Begijntje. Terwijl we daar zo zitten, komt er een werknemer langs die, heel bijzonder, een broek draagt met ingebouwde bilbeluchting. Op het parkeerterrein waar de auto staat, hebben we tenslotte nog zicht op een heel ander Breda.